Sommige koeien genieten al volop van het verse gras. Maar niet iedereen heeft al zo'n volle grasmat. Vers gras bevat veel eiwit en energie. En dat kan een koe goed gebruiken. Een keerzijde is echter wel dat het vetgehalte vaak daalt. En dat kan gelukkig anders. Ik ben Johannes Jongsma, melkveespecialist bij 4Farmers. En in deze vlog vertel ik jullie hoe je het verse gras het beste benut en hoe je het vetgehalte op peil houdt. Door het koude voorjaar blijft de grasgroei achter. Gelukkig is de kwaliteit van het gras wel goed. Het verse gras bevat veel onverzadigbare vetzuren. En hierdoor worden jammer genoeg CLA's gevormd. En deze zorgen juist weer voor een daling van het melkvet. En met de volgende tips kun je ervoor zorgen dat het gras blijft groeien en dat je een vetdaling voorkomt. Tip 1. Zorg voor grasgroei. Op vele plekken in het land blijft de grasgroei achter. Als je de koeien wel buiten hebt, zoals hier, check dan het grasaanbod. Is het grasaanbod te laag? Zorg er dan voor dat je ruwvoer bijvoert op stal. Mocht je de koeien nog binnen hebben staan, dan is het raadzaam om eerst het gras te gaan maaien. Op dit moment zit het gras nog vol stress en dat belemmert de groei. Door het te maaien haal je de stress weg en groeit het daarna veel sneller terug. Door een van deze opties toe te passen, zorg je voor een volle koe. En een volle koe is volle melk. Tip 2. Kwaliteit en smakelijkheid van vers gras. Voor een goede grasopname is ook de juiste bemesting van belang. Het beste is om voor weiden alleen te bemesten met een stikstofkunstmest. En doe je een zomerstal voeren, dan mag je lichtjes bemesten als je maar netjes werkt. Smaak van het gras kun je bevorderen door een kunstmest te kiezen waar naast stikstof ook wat natrium bij in zit. Ja, en als je toch kiest voor een kunstmest met natrium, zou er ook net zo goed een beetje selenium bij kunnen doen. Tip 3. Voer vetboost. Voorkom een vetdepressie bij opname van het gras. Zoals eerder verteld bevat gras onverzadigbare vetzuren. Deze worden in de pens omgezet in verzadigde vetzuren. En bij dit proces worden dus die CLA's gevormd en die zorgen juist voor een daling van het melkvet. Vetboost gaat deze daling in het vetgehalte tegen. En vetboost kun je gemakkelijk voeren of in brokvorm of los aan het voerhek. En nu is het tijd om aan mijn eigen vetgehalte te werken. En die hoeft niet omhoog, maar die moet juist omlaag.